Oh ja, even die. We're back! McDonald's mukbang met Anne en Nina. Nou, oh yeah. Guys, we gaan. Is achteruit. Heel lang geleden. Gaan maar, we trouwens niet in. We gaan gewoon bestellen waar we zin in hebben. Ja. En er zijn dus heel veel nieuwe dingen op het menu, dus dat wil ik echt. Dat wil ik uitproberen. Ja, hier. Oh, hier, hier. Kijk, deluxe. Ja, daar, dat bedoel ik. Quarter Pounder Deluxe, McChicken Deluxe, Fish of met flesje vlees. Flesje vlees. Flesje vlees. Vlees. Ja, ik wil sowieso de McChicken. Die McChicken Deluxe. Ja. Wat kan met McDonald's? Menu. McChicken Deluxe menu. Medium met twee frietsaus. Medium met twee frietsaus. Fanta. Anders neem ik Quarter Pounder Deluxe en dan delen we. Ja. En een Quarter Pounder Deluxe menu. 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 Ja. Ook medium of groot? Medium. Met twee frietsaus. Ja. Cola Zero. Zero. Hebben jullie ook die spicy nugget? 9 met frietsaus. Je mag twee saus en chili. En chili. En wat dan? Wat zou ik nemen dan? Goed. Moet neem je nog een keer die chicken. Ja, en nog een McChicken Deluxe. Ja, die is denk ik zo. En dan een kleine friet. Leo Fish Deluxe. Ja, met twee frietsaus. Ja. Moeten we nog iets anders? Nee, dat was het. Allemaal burgers erbij gaan bestellen. Maar... Ja. Nou, we hebben nu die McChicken Deluxe. Spicy nuggets. Ja, Quarter Pounder. Oh ja, Quarter Pounder. Dat heb ik, dat eet ik eigenlijk nooit. Fucking lekker. Oh, Quarter Pounder is mo. Is dit voor jou zo? Ja. Ja, maar het is heel grappig, want ik krijg dus echt heel vaak de vraag of wij ruzie hebben of we nog bevriend zijn. Ja, heel veel. Wow. Of waar ze dat zijn. Dat denken mensen dan meteen. Of wij nog met elkaar omgaan, terwijl we elkaar eigenlijk gewoon wekelijks spreken. Ja. En bijna wekelijks, zien ook. We doen ons best om elkaar wekelijks te zien. Nee, tijd even minder. Ja. Maar het is altijd gewoon goed geweest. Ja, gewoon altijd goed. Ja, maar in het begin toen jij net naar Amsterdam ging, moest jij ook een beetje je draai daarin klopt, vinden. En ik had toen mijn auto daar niet. Ik was toen ook weinig nieuwkoop en zo. Ja. Gewoon te wachten, wij zitten gewoon te lullen. Hi. Ja, binnen. Zijn jij ook? Schattig overlevingspakketje. Wat is dit dan? Neem je dit altijd mee? Dat is zo handig. Nee, dat zit in mijn tas. Er zit een vuil in en ik heb dat ooit gekregen, maar ik heb er een hotel toch ook. Ja, ik heb dat ook wel. Ja, maar dus, je hebt het ooit een keer nodig, geloof ik. Ja, precies. Geloof me. Oh jongens, ik heb zo lang geen McDonald's mukbang gedaan. Überhaupt heel lang geen mukbang. Maanden. Wanneer is de laatste keer dan? Is dit de eerste mukbang weer op je... Ja, ik denk echt letterlijk sinds zomer. Hè? Ja, ik heb een half uur of zo geen mukbang gedaan, omdat ik gewoon geen tijd voor had. Maar je hebt wel McDonald's in de vlog wel gegeten af en toe. Ja, dat denk ik wel. En maar veel noedeldingen. Ja, van maar echt geen mukbang geplaatst. Echt sinds de zomer niet. Nee. Dus dat, mensen, dit wordt weer de ontgroening van een McDonald's. Leuk! Van een mukbang. Ik wil een beetje karakter. Kijk, ik lijkt heel lang. Ja, je zit ook een beetje naar achteren. Ja, en je kan ook dit even... Oh! Ja, nu moet je zit hier zo lekker rechtop. Dit is veel. Nee, iets naar achter. Nee, je zit allemaal zwarte jas aan. Dus, of jezus. Zwarte trui. Maar jij hebt niet gedronken gisteren. Nee, ik ben gewoon helemaal vrij. Jouw hersenen zijn helemaal... Beseffen jullie wel dat het is 3 uur vanmiddag. We hebben alle drie nog niks gegeten. Nee. Hey, 2 koffie heb ik al. Redelijke kater. Ja, we hebben lekker kater. Kater lekker brak. Dus dit is het eerste, maar ik merk echt dat ik zo misselijk word dat ik niet eet. Ja, dat is niet goed hoor. Nee. En dan in die auto, 5 keer verkeerd. Oh. Ja, ook probleem. Alleen niet naar de weg weten, maar niet oplet. Ja, oh, moet je naar rechts. Gesprek, dan weet ik, dan vergeet ik dat te zeggen. Nee, maar echt de laatste keer met jullie in mukbang, dat is denk ik meer dan een jaar geleden. Nou, dat... Maar ik krijg zelfs wel eens de vraag van, spreek je Sarah nog wel eens? Oh, maar ja, dan zien ze zien gewoon minder van ons. Maar dat betekent niet dat... Nee, we spreken elkaar heel vaak. Ja. Maar het gaat gewoon in vlagen, omdat je elkaar dus niet altijd meer ziet. Nee. Soms heb jij gewoon dingen daar en dan een paar feestjes, weet ik en wel, ik een paar weken En ik heb ook weinig goed gevlogd. Ja. Weet je wel? Ja, we zijn op de laatste parkeerplaats wachten om daar het eten. Yes. Ja, dankjewel. Huh? Oh, zij staat gewoon zo met het drinken. Wij kijken gewoon niet eens. Voor de tweede keer. Dat kan echt niet. Oh, wat zielig. Oh, je hebt wel gezien in een slokje. Ik ook. Oh, ik heb nog geen drink. Ja, nee, maar schat, ik drink het graag. Ja, ik drink het ook niet op. Nee, daarom. Wat vind je lekkerder, cola of Fanta? Cola. Ik haat Fanta. Echt? Ja? Je kan sowieso niet tegen prik, toch? Nee, ik hou sowieso niet van drinken. Ik kan niet tegen. Dat is zo schattig als mensen zeggen, ik kan niet tegen prik. Ja, dat kan zijn. We hebben heel veel mensen, hoor. Zit nieuw. Deze beker nog nooit gezien. Nee, ook wel. Nee joh, dus wel joh. Nee, echt niet, echt niet. Dit is er echt zo goed voor de duurzaamheid. Dit in. Zo'n katercola. Ja, dat is lekker. Even maar die heb ik echt nodig. Het is wel echt een standje sauna hier hoor. Oh. Nou, hier achterin is het gewoon nog koud hoor. Oh, bloed heet. Maar voor mij mag wel even... Oh, mijn zonnebank staat ook aan. Ik vond het ineens zo heet, mijn kont. Ja, het is hier gewoon koud hoor. Alles is ook echt gewoon zwart. Ja, wat?
je gipsy. Kijk, ja, oh jongens, Anne heeft zoveel dingen te vertellen. Nou, dat is ik echt ga het niet heel allemaal vervelend. Uitleggen. Nee, nee, maar even gewoon globaal uitleggen. Ja, ik heb dus mijn duim gebroken. Heel zielig. Ja, dat is echt niet leuk. Door mijn paard. Heel onhandig. Maar het is gewoon heel kut. Het doet niet eens heel veel pijn. Het doet er alles mee. Alleen, maar dat is wel het beter is gewoon, hoor. Het is gewoon, je kan niks. Dat gips zit zo in de weg. Ja. En hij zit ook tot hier, hè? Hij zit helemaal tot hier. Niet dat je hand alleen in het gips zit of zo. Ellendig leven. Ja, het is echt. Het jaar begint goed. Ja. Niet mijn jaar. Echt? Nee, nu al niet. Ja, het is wel echt mijn jaar. Ja, ik kan lullig te doen. Hé, hey, maar het is wel echt om het aan mij te laten draaien. How to make this about me. Ja. Hé, hey, leuk dat je ook kutjaar is, maar ik heb zo'n goed jaar. Mijn jaar is echt fantastisch. Nee. Maar het zijn nog maar een halve maand onderweg, maar het is gewoon niet mijn jaar. Nee. Ja, het is echt maar... Ja. En het is gewoon, er gaat al zoveel fout. Ja. Komt iemand aan. Oh, raam. Raam open. Hoi. Ja, ja, dankjewel. Oh my lordy. Vandaag komt het ruikt. Heel lekker. Kijk, zo, hoeveel saus hebben wij dan niet besteld? Oh, ja, het is bij iedereen twee circuitsausen. Wat is dat? Ja, dat is goed. Ja, ja maar dit is ja. Ik heb nog niet meegemaakt, hè, die nieuwe saus. Nee, in die zakjes. Nee, nee. Oh, maar deze. Maar ja, het is maar heel Amerikaans, volgens mij. Ja, maar dit is toch ook plastic? Ja, klopt. Ja, ik snap daar ook echt geen hol. Ja, het is echt zo raar. Ik dacht dat het in een papieren. Nee. Ik weet niet of het nou minder plastic is dan zo'n bakje, maar voor mij is het echt gewoon, het is gewoon het enige plastic. Boeit dat, wat snap ja, ik snap dat ook niet. Nou, wat dit is een verschil. Ja, weet iemand de reden daarvan? Ja. Gewoon, waarom zijn die zakjes nu in één keer? Wat is dit nou eigenlijk? Chicken, dat gaan we allemaal delen, toch? Ja. Thumbnail maken? Ja. We moeten een thumbnail. Wow, Ann, ik was het alweer vergeten. Wow, Jan. Ja, ik vind het leuk. Ja, heel mooi. Oh, maar ik heb een kleine friet, maar wat is dan een kleine friet? Heb je een kleine friet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Want ik dacht ook nog... Nee, dat zijn twee mediums. Kleine friet is toch altijd een zakkie? Oh, dat is dit. Oh, dat is, oh. Oh, ligt gewoon onder. Oh. Hele stash. Oh my god. Ik ben zo benieuwd naar die burger. Nee, zit er een haar op? Zat een haar. Nee, ik wil het niet weten. Het was ook een haar. Oh nee, ik ga ook niet zeggen hoe die eruit zag. Oké. En een there you go. Ja, je moet allemaal eigenlijk een bakje hebben voor de saus, inderdaad. Ja. Want anders ben je dus wel fucked. Wow. Hier, wat nou als je alleen een frietje bestelt? Kijk hoe dat eruit ziet. Het is gewoon... Ja, die ziet er niet normaal uit. Het is wel top, want ik mis gewoon soms een beetje die freshness erin. Oh, maar die quarter pound is ook echt een dikke... Even die gordel grote burger. Ja, ik moet even wat eten. Oh, chanelzout. Ik ben teleurgesteld. Oh, jammer. Wacht. Mag ik een frietje? Waar is de zak? Dit is weer zo rommelig. Zo. Wij hebben gewoon zoveel honger, we weten gewoon niet waar we zoeken. Dan ben ik zo fucking enthousiast, dat is echt niet normaal. Oh. Nu heb jij hier al die sauzen, ja hè? Ja. Wow, maar er zit echt veel in zo'n zakje. Ja, het is hetzelfde als een bakje had ik gelezen. Ja. Zeg maar dezelfde inhoud, moest het ook wel doen, want anders heb je echt tering van. Vergelijken. Ik had ooit hier... Ja. Ik had hier ooit een... Nee, ik heb gemorst op mijn broek. Weird. Ja. Gozer. Hey, ik vind het dus leuk om zo een beetje, kijk, zo te doen. Goh. Zo dan. Zo Ja hoor. Oh, die nuggets ook. Die heb ik zo gemist. Ik ben benieuwd hoe mensen dit eten, want je kan het hier niet indopen. Dan ben je barbaars. Als je het in je zakje gaat dopen. Nee, maar dat ben je echt niet goed mee. Dopen in je zakje? Ja, als je zeg maar, dan kan je hem zo. Heel veel mensen doen hem helemaal open en dan gaan ze... Oh my god. Het is weer zo chaos. We hebben ook geen vragen op. Nee. Maar we kunnen even over ons leven vertellen. Ja, ik wou net vragen met jullie, hoe gaat het met jullie? Oh. What's going on? Oh, ja, mensen wel een update van jullie. Want het laatste wat ze misschien weten... Zeg maar, mensen hebben echt geen idee wat er in jullie leven omgaat. Nee. Nee, ik ook niet. Oh, nu begin jij maar. Ik ben gaat goed met mij. Aan. Daan is, mijn vriend, is een half jaar weg geweest. Ja. Of nee, hij is nog weg. 5 maanden weg nu. Bijna komt hij terug, toch? Ja, hij komt over 2 weken terug. Hij is naar Athene gegaan voor zijn studie. Ja, fucking... Heb zijn minor daar gedaan. Fantastisch. Fucking ziek. Maar dat is, heeft hij helemaal leuk gehad. Heel zo, niet normaal. Nu zijn Mike en... Mike en Paul zijn twee vrienden van hem. Ja, die zijn langs. Leuk. En ik ben langs geweest een weekje. En hij is ook een week hier geweest met kerst. Dus. Ja. Maar voor mijn gevoel, dus voor mijn gevoel is zo snel. Iedereen zegt dat. Iedereen zegt die tijd is zo hard gaan. Ze boos zijn gisteren ook. Van, ik weet nog zoveel dat je ging vertellen van... Boven Vliet. Ja. Dat je ging vertellen van...
van hij gaat weg. Ja. Zeg maar dat, ik weet nog dat we, gingen eten bij jou toch thuis. Toen moest hij nog weg. Ja. Toen zei ze van, hij gaat over een week weg of zo. Ja. En opeens, opeens komt hij over twee weken. Nou, dat etentje, dat lijkt echt 2 maanden geleden voor mij. Maar ik vond het niet heel snel gaan. Nee. Moeten jullie dit Ik snap wel dat het voor mensen buitenaf dat wel snel gaat. Want je bent daar niet heel erg mee bezig. Nee. Dus ja, maar het is niet dat ik Daan anders ook elke maand zag. Nee, daarom. Nou ja, elke maand misschien wel, maar elke week. Ja. Moet je iets aanpakken of zo? Nee, je moet even laten zien. Oh. Weet je hoe fucking... Er zitten gewoon 2 plakken kaas. Er zit gewoon... dat zie je natuurlijk. Echt volle foto. Ja, dat ziet er... Bobby! Waarom heb ik naar mijn kleine friet gegaan? Een rare week. Ja, ik snap dat ook. Nou, ik dacht dat we heel veel hadden, maar... we mogen een burgerfriet in de nuts. Mm. Oh ja, en Anne en ik gaan alle twee op hostel wonen. Ja! Dat is ook leuk. Niet normaal. We hebben een huis gekocht. Ja. Ik samen met Daan en Anne... ja, eigenlijk alleen, maar die gaan ook gewoon uiteindelijk lekker met Dave, denk ik. Ja. Maar we zijn echt dezelfde buurvrouwen. Mensen denken niet eens dat je een relatie hebt. Oh ja. Nee? Denk ik niet. Ja. Nee, denk ik ook niet. Want Dave zei, ik heb nog nooit meegemaakt dat jullie een video opgenomen. Nee. En we hebben al bijna, we hebben meer dan een jaar. Ja. Dat is niet normaal. Oh mijn god. Zo, dat gaat ook fucking hard trouwens. Oh, we hebben het wel in de tussentijd wel eens gedaan hoor, maar niet zeg maar zo bewust. Nee. Maar dan we hebben dus een relatie. Vertel eens even over Dave. Moet dat? Moet dat? We zijn alle drie niet meer single. Nee. Ik zit gesproken achter hem. Ik zit deze vriend naar achter de beugel aan. Ja, we hebben dus alle drie een relatie. Maar het leuke is... dat ze ook alle drie vrienden zijn weer. Ja. Ze kennen elkaar dus alle drie en een beetje hetzelfde dan door. Dan en voetballen samen. Dus dat is dan wel weer leuk, want dan kom je altijd wel weer een beetje bij elkaar terecht. Mm-hmm. Zeg maar, niet dat de een ineens een vriend hebt ergens aan de andere kant van Nederland ofzo. Ja, het is fucking chill. Want alles wat we doen is zeg maar, we zijn niet eens heel vaak met z'n allen zeg maar. Maar je weet gewoon dat als de ene erbij is, dan is het gewoon goed. Ja, en vaak dan, we hebben dan een feestje Nieuwkoop. Dan slaap ik ook gewoon weer bij Stan. En dan zijn jullie, weet je, dan slaap ik bij Daan, jij bij Dave. En dan uiteindelijk eindigen we toch wel een beetje weer. We zijn altijd in dezelfde hoed als we dingen bij elkaar hebben. Oké, ik ga de deluxe chicken, McChicken proberen. Die kaas erbij, dat is zo'n fucking goed idee. Zo, is het echt? Kijk hoe je die had. Neem dat helemaal zo. laat zien. Ik wou zien. Wat heb jij dan? Voor de powerpower. Mag ik een hap? Oh mijn god. Oh my lord. Er zitten zoveel verschillende sauzen op. Normaal is alleen die rode saus, nu zit dus ook die witte saus. Sorry, maar die kaas maakt het echt. Ik gooi even die frieten in, want ik ben zo... mensen gaan echt lachen hoe onhandig ik aan het doen ben hier achterin met 1 hand. Ja, moet ik ergens mee helpen of zo? Nee. Met iets openmaken? Wil je dit in de zak doen? Ik vind het niet normaal. Ben je gypsy? Ik vind het echt... Nou ja, even om verder te gaan op je leven. Ja. Ik heb mijn haar geverfd. Dat valt misschien als eerste op. Anne heeft donker haar. Ik heb weer donker haar. Teer ik lang niet gehad. Jij ziet dan meteen natuurlijk hier aan. Je hebt een lippen aan? Jij hebt net nog... Je hebt toch ook een chicken? Oh, ze hebben ook een chicken. Echt? Ja. Oh joh. Die ook poepen. Nou, die was ik helemaal vergeten hier. Heb je dan nog geen hap van genomen? Nee, ik heb dicht zitten. Oh. Anne heeft haar donker verf. Ik vind het persoonlijk echt heel leuk. Maar jouw haar is ook tante donker geworden. Nou. Het is best bijna, nou niet dezelfde kleur, maar je hebt het wel echt veel jouw hele highlights eruit. Ja, helemaal mijn natuurlijke haar weer. Leuk vind ik dat. Ja, ik vind het zo leuk in de winter als je weer een beetje... Het is ook veel gezonder. Mm-hmm. Ja. Dat zie ik bij jullie alle twee. Ja. Jullie hebben alle twee echt heel glanzend. Het is leuk. Het staat ook wel leuk, maar het heeft echt wel nadelen. Ja. Ik twijfel wel echt wat ik in de zomer wil doen. Mm. Ja, waarschijnlijk is er een grote kans dat jij dan weer denkt, ik wil wel een soort terug. Maar ja, dat is dan toch misschien ook weer niet. Maar Quarter Pounder is meer een soort Big Mac-achtig. Ja. Maar dan wel lekkerder. Of niet lekker, maar anders gewoon. Moet jij hem ook even proeven, Dien? Oh, ik zit een ding op te eten. Dave zegt nou, Dave wil echt niet. Ik heb net echt heel veel hapjes daarvan op. Dave wil echt niet dat ik terug ga naar mijn andere haar weer. Nee? Ja, vind Dave het mooi? Maar ik vind hem ook echt zo leuk. Ja. Maar je bent natuurlijk eigenlijk al brunet. Het is niet dat je nu denkt van blond naar bruin, maar de meeste mensen kennen jou wel met blond haar in de buurt. Nou, je bent echt al 2 jaar met blond haar. Een niet echt blond, ik was gewoon echt altijd highlights. Op een gegeven moment had ik natuurlijk dat grijze. En iedereen was dat ook heel erg ook gewend. Heel mooi, vond ik. Ja, dat was ook wel leuk. Dat staat jou ook echt super goed. Maar moet elke kleur hebben. Misschien kan je van de zomer, als je wat wil, misschien een heel klein beetje highlight. Heel licht. Maar je wilt echt iets anders. Maar dat is ook echt zo minimaal. Ja, en misschien een beetje bruin highlight, snap je? Ja, gewoon een lichter bruin highlight. Ik kan nu niet meer terug naar het grijs opeens. Nee, ik zou dan gewoon een licht bruine of een donkerblond highlightje doen. Beetje face frame-achtig. Ja, ik zit ze allemaal op te vreten al. Ik wil er eentje. Die trilt helemaal. Ah, poepje. Dat is de kater. Ja. Moet dan ik vind het zo lekker even weer dit. Nou, eigenlijk heb ik mijn haar geverfd omdat ik gewoon even een tijdje mezelf niet voelde. En ik wilde gewoon even nieuw leven erin. Ik ga het ook met je gezicht natuurlijk. Ja. Ik heb een soort, ik denk niet dat jullie het niet heel goed zien, maar je ziet het wel.
een soort, ja, hoe noemen ze het? Heel lang hebben ze gezegd dat ik ontstoken eczeem had. Ja, maar een soort eczeemachtig. Eigenlijk weten ze niet wat het is. En nu loop ik dus bij een kliniek. Is het een soort overtollig aan, door hormoonzalfjes heeft mijn huid gereageerd. En is het soort gaan ontploffen. Dus nu gaat het soort richting acne. Zo ziet het er ook uit. Maar dat is het dus officieel. Dat zullen de meeste mensen denken. Maar het ziet er nu gewoon zeg maar echt goed uit. Het is zo erg geweest. Het is echt heel erg geweest. Ik was zo helemaal onder. Bloed en pus. En ja, oh, het was zo echt zo'n drama. Dus daarom is het dus ook niet mijn jaar. Gewoon, het is gewoon, nee. Dit is al 3 maanden zo. Maar zo ben ik ook weer een nieuw jaar in. Maar het is wel goed dat je erover vertelt. Want er zijn vast wel meer mensen zijn die daar aan struggelen. Misschien wel. Sowieso huidproblemen struggelen heel veel mensen mee. Ja, eigenlijk. Want ik ben dit ook. Ik kende dit niet. Zeg maar deze vorm van iets hebben op je gezicht. Kijk, acne. En daar is veel meer over bekend. Ja. Maar dit is jou was er gewoon geen diagnose, zeg maar. De dokters, of weet ik veel, de dermatologen wisten niet wat het was. Nee. En dat maakt het raar, want je hebt dus geen behandeling, want je weet niet wat het is. Nee, ik heb dus eerst 3 maanden een antibiotica gehad, minocycline. Nou, afgemaakt, ja, ging wel goed, ging wel beter, maar allemaal crèmes en zalven erbij, bla bla bla. Het is nu nog steeds niet weg en het gaat niet vanzelf weg. Dus nu zit ik weer aan een nieuwe antibiotica van 3 maanden, doxycycline. Dus voor de mensen die er wat meer verstand van hebben, die denken, oh ja. Ja, die weten een beetje wat dat inhoudt. Ja, maar nu is het kijken of dat werkt en anders moet ik aan de, ja, die half jaar, ik denk dat heel veel mensen die ook wel kennen, die ook voor acne, dat is de ISO nog wat. Dat is heel hele heftig. Maar dat is maar wel een heftig. Ja. Dus daar zit ik niet op te wachten. Wordt ook echt niet. Daarom wordt het dus niet mijn jaar. Nee. Als dat zo is, dan zou ik zo niks drinken. Ze wordt super ziek. Hele heftige bijwerkingen. En dat is precies in de zomer. Ja. Hele heftige medicatie is dat. Maar ja, je doet er alles voor om het. Ja. Oh nee, is corona. Want ik heb nooit echt huidproblemen gehad. En dan heb je opeens zoiets. Ja. Maar ook apart, zeg maar, zo na je puberteit en zo. Ja. Weet je wel. Want vaak gebeurt dat natuurlijk. Ja, maar het is dus niet echt acne. En ik heb dus van mezelf dus psoriasis. En ik ben wel eczeem gevoelen. En daarvoor had ik dus die hormoonzalf. Ja. Maar ja, daar is mijn lichaam zo heftig op gaan reageren. Dat het kan een soort tegenwerken. Ja. En dan gaat hij daar tegen vechten. En dan maakt hij een overtollig aan talg en gist en bla 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 aan. Het is heel ingewikkeld eigenlijk. Ja. Kunnen zoveel dingen zijn. En zoveel factoren hebben waardoor je het krijgt. Ja. Waardoor je er eigenlijk soort niet achter komt. Maar ik dacht nou ook zeggen. Zeg maar, toen ging ik dus opzoeken op TikTok. Want er zijn echt wel mensen die dit ook hebben. Alleen je weet niet hoe je het moet noemen. Ja. Er zijn zoveel mensen die daar video's over maken. Ja, maar ik heb het ook maar voor je page gekregen. Maar niemand heeft echt een direct. Iedereen zegt wat anders. Ja. Ja, het is sowieso psoriasis. Ja, het is sowieso eczeem. Ja, het is sowieso acne. Het is toch een soort clowns-eczeem of zo? Ja. Bij jou? Maar zo begon het. Ja. En daar hadden ze dus ook weer hormoonzalfs voor gegeven. Dus dan ging die wisselwerking gewoon niet meer door. Genoeg over mijn huid gepraat. Als iemand er meer over weet. Nee, maar we willen toch wel zeggen. Niet dat mensen gaan commenten van, wat zit er bijvoorbeeld op Anne haar gezicht? Mag, ja, maar, wel, mag. Maar dan weten jullie het nu. Want anders ga je sowieso vragen over krijgen. Als je het erover wil hebben, mag je me gerust een DM'tje sturen. En dan kletsen er even over. Ja, je kan er alle twee wat aan. Ja. Alleen maar elkaar beter helpen en ter sprake brengen. Ik heb het nu al bijna een half jaar. Ja. En op het begin wist ik gewoon echt niet wat ik ermee moest. En niemand herkende het. En zeg maar, als ik dan zo'n video zou zien, dan zou ik denken, oh chill, ik zou er wel meer over willen weten. Ja, sowieso. Je hebt ook echt doorheen gezeten in de ring. En soms kan je elkaar ook wel hebben. Misschien heeft iemand letterlijk dit gehad. Die ziet het en nu. Kan mij weer en kan jou weer helpen. Ja. Daarom. Ja. Dus klopt. Nee, klopt. Het begin is het echt. Die antibiotica was ook heel heftig. En mijn lichaam was aan het vechten tegen de ziekte in je gezicht. Dus ik viel gewoon elke dag flauw. Ik kon gewoon niet werken. Ik lag alleen op de bank. Dat was echt drama. Maar het zijn allemaal dingen die je dan buiten dit soort dingen niet ziet. Nee. Mensen denken, dat heb je op gezicht. Ja, vervelend. Ja, antibiotica. Mm. Ja, kut. Maar ze zien niet en het is ook heftig omdat het in je gezicht is. Ja. Het is heel zichtbaar. Is het soort zichtbaarste, soort kenmerkendste. Ja. Kijk, op je arm of iets, of je benen, kan je nog denken van, oké. Maar op je gezicht, iedereen kijkt naar. Wij zijn eigenlijk allemaal heel erg geblest. Wij zijn allemaal, hebben nooit acne gehad. Nee. Maar nu ben ik echt gaan beseffen, zeg maar, ik had altijd wel, ik heb ook een relatie gehad met iemand die heel veel acne had. Mm-hmm. Zeg maar dan, en Stan heb ook heel veel last van gehad. Ja, Stan heeft het ook heel erg gehad. Ja, dat zag je niet heel erg. Maar nee, had heel erg. Wie dan? Maar wie? Ik heb een relatie. Wacht even. Wie was dat? Hij heeft in mijn familie gezeten. Ja. Maar dan ga je wel veel meer respect hebben. Ik krijg het ook heel veel op mijn viewpage. Ja. Dan ga je elkaar gewoon beter begrijpen of zo. Ja, ik heb het ook wel bij Stan inderdaad soort dichtbij meegemaakt. Ja. En het was toen, hij had toen een soort het geluk dat het zo erg corona was. Ja. Dus dat eigenlijk heel veel mensen het soort niet hebben gezien. Of hebben geskipt. Of wel dacht van, een beetje slechte huid. Maar... Want bij hem was het ook echt acne, toch? Ja, dat was heel erg acne. Ook echt. Maar inderdaad, bij hem is het me ook nooit echt... Ja, maar bij hem was het heel erg hier. Ja, ik wou het zeggen. Het was altijd hier in die hoekjes een beetje zo. Maar nu is het eigenlijk bijna...
bijna weg. Gewoon maar wat heeft hij daar aan gedaan? Heeft hij daar iets hij aan? Hij heeft er dus niks aan gedaan. Nee? Nee? Niks. Hij heeft gewoon... Maar dat is weer typisch mannen. Dat is hij typisch heeft gewoon... Maar dan denk ik, dan is het zoiets heftigs op je gezicht. Dan doe je daar toch alles aan. Ja. En hij is dan wel een keer naar een dermatoloog gegaan. Heeft die cremmetjes en dat hielp dan wel. En dan was die cremmetje op en dacht, ja, het zal wel weer. Ja. Terwijl hij het zo erg vond. Hij vond het zo erg. Vond het heel erg. Maar denk ik van toch doe je er dan een soort niks aan. Ja, dat snap ik. Hebben wel gewerkt uiteindelijk. Dat is een man en vrouw. Ja. Ik... De Stan die denkt er al, komt wel. Ja. En in de coronatijd voel je ook misschien minder. Maar ik dacht, gaat wel weer over. Ja, maar het is wel overgegaan. Het is toch, ja, heel raar. Toch misschien echt even die puberteit of zo dat er nog uit moet. Nou ja, en verlaten. De mondkapjestijd. Ja. Ik denk dat mondkapjes. Oh, ja, mondkapjes maakt het ook erg. Ja, dat maakt het heel erg. Ja. En hij werkt natuurlijk. Moest hij hele, gewoon uren, dagenlang zo'n mondkapje op zo. Ik denk dat heel veel mensen het hebben gehad. Ja. Vind je zo'n kind? Mm-hmm. Ja. Flink wat, ja. Ik zit zo te kut met dat zakje zout. Waarom schat, pomp ik dat waarom, niet gewoon open? Ja, doe het in een bak. Schat, moet ik even helpen? Nee, met dat het vingertje. Goed. Zo, echt veel nog. Ja, er zit hartstikke veel dus in. Ik denk, ik zeer dat er meer saus in zo'n zakje zit. Ja, ik denk het ook hoor. Oprecht. Nee. Nee. Volgens mij is het hetzelfde. Wacht, 35 milliliter. Maar ik denk echt dat het meer is, want ik heb en mijn burger meegegeten en mijn friet. En normaal doe ik echt meer dan een bakje wel voor mijn friet. Hoeveel milliliter zit er normaal in een... Laat het opzoeken. Ja. Laat het gewoon even opzoeken. Oh, McDonald's stopt met sauzen voor te... Wow. Goedemorgen. Stop ze sauzen na verbod voor dan in zakjes. Hier waarom? Vanaf nu krijg je oftewel sauszakjes. Wat is jullie favoriete McDonald's item? Zo. Dit ging echt gewoon zo fout. Ik denk dat die gewoon hier ligt. Alles wat er gebeurt is niet goed. Ja, neem alsjeblieft een rampje voor een burger op. Kaas, kip. Ja, wat is jullie go-to dan? Wat neem je altijd? Ja, McChicken of... Maar vroeger altijd chili chicken gewoon. Ja. Ik nam altijd een chili chicken of een quarter pounder als ik al groter iets eet. Maar laatst het echt filo fish vind ik ook wel wat lekker, maar ik heb het gevoel dat niemand dat lekker vindt. Nee, behalve ik. Allee, ja. Er zijn toch gewoon mensen die waarom dan ik Filish of Vea? Filish? Zij kan het gewoon niet uitspreken, Fleofish. Wat is dit, jongen? Waarom heb je de luxe dan niet genomen? Ja, die heb ik eergisteren al. Oh, je hebt wel geproefd. Wat is er allemaal aan? En gisteren zijn we ook al aan de Mac geweest. No. We hebben ook al een patatje gehaald. Maar dat was veel deze voetbal, week. We hadden voetbal gekeken en toen zei, had het zo koud. Dus een frietje hebben, alleen een frietje gehad. Ja, het was echt, dat was echt weer. Onder. Oh nee, en een luxe bij spoon. Ik had ook weer helemaal geen honger toen ik thuis kwam. Wat jij stuurde mij nog een snap, krijg mijn eten niet op. Hoe was de broccoli soep? Fuck lekker. Ik hou van broccoli soep. Ja, is echt lekker. Ja? Ik heb dus nog nooit op. Hè? Nee, jij doet nu heel overdreven van niet meer mijn broccoli soep. Nou, dat vind ik echt heel raar. Vooral omdat jouw moeder zo van het koken is. Ja, dat vind ik ook raar. Ja, nou, ik eet thuis, in mijn huis, gewoon nu mezelf, heb ik echt heel vaak broccoli soep. Want het is gewoon fucking makkelijk. Nou. Ja. Of courgette soep. Ja, courgette soep, dat weet ik wel. Dat is gewoon maar, dus jij ook, dan eet jij broccoli en die stroomkaam. Die gebruikt ze in de die soep. Gebruikt ze voor de soep. Ja. Oh, dat is heel slim. Dus je gebruikt echt. Het lijkt me dus heel lekker, want ik hou van broccoli. Broccoli is echt het is zo lekker. Ja, ik wil je alles op. Ja. Nee, ik wil je nog op. Nee. Ik heb een burger. Ik ben zo mokel langzaam. Nou, ik ben gewoon vangst. Ja, ik ben altijd goed. Maar ik besef, ik ben nuchter. Ik ben al best wel vroeg wakker. 10 ja, hoe uur. Kan je nog niet hebben gegeten? Ja, ik dacht, ik moet gewoon echt even beuken. Zo lang niet hoor. Maar wat zou jullie go-to? Ja, of een cheeseburger met frietsaus. Of nee, eigenlijk het allerlekkerste vind ik die spicy nuggets. Met frietsaus. Ja? Is ik ben spicy echt nuggets? Nee. Oh, maar hebben ze dat? Ja, ik heb er echt 6 op. Ja, ik heb er 3 op. Maar stel, ik wil zeggen, hebben ze die soms af en toe niet dan? Nee. Heel lang niet gehad. Nee. Nu hebben ze eigenlijk weer. In Bali hadden ze dus. Maar het is best wel een goed verkocht product. Ik snap niet waarom ze dat niet altijd gewoon hebben. Nee. Nou, ik denk dat misschien houden ze het er nu al in. Maar ja. Zo, doen ze zo, ik zit te boeren. Hey. Wil je ook een hapje? Ik vond jullie lekker, die McChicken of die quarter pounder? Nou, ik moet zeggen, McChicken is normaal mijn fave, maar ik vond die quarter pounder echt lekker, man. Ja, ik vond die quarter pounder ook ja, het is echt, het is echt een soort, gewoon echt een burger, weet je. Ja, klopt. Maar ik vind de Big Mac trouwens ook altijd wel heel lekker. Nee, die heb ik dus nog nooit op. Maar vinden jullie die... Wat vind je niet? Wat, welke? De Big Mac heb ze nog nooit op. Nee, heb je nog nooit een Big Mac op? Ja. Oh, die Big Mac saus. Is die mijn... saus is vooral lekker, omdat dat zit op geen een andere burger. Ja. Dat is wel lekker. Dan moet je waarom heb je dat nog nooit op? Omdat het klinkt dat zo simpel, waardoor je dat soort niet bestelt. Of zo. Ja, en hij klinkt heel groot, maar hij valt best mee. Ja, Big Mac denk je, ja, wow, ik krijg echt zo'n ding. Maar dat is helemaal niet het zo. Het valt best mee. Het is een beetje hetzelfde als die quarter pounder nu.
Zit maar, er ook een normale McChicken geen kaas? Vinden jullie dat de luxe nou toegevoegde waarde of niet? Ja. Die ja. vind ik dus ook echt top. Kaas maakt het daar echt. Moet gewoon, de burger moet dat zelf al worden eigenlijk. Ik vind het zo prettig. Hoeveel meer betaal je nu dan? Ja, dat weet je. Een menu was 10 euro. 10 nog wat? Ik weet niet hoeveel je meer betaalt voor 2 plakjes tomaten en een beetje kaas. Ik hoop dat... Nou ja, bij, ik waarschijnlijk weer 2 euro meer. Ja, dubbele. Oh, we hebben allemaal frietsaus over. Wat top. Oh, nee. Ga lekker in je auto stoppen. Ja, maar ik doe dat altijd in mijn dekbord. Wordt dat dan, moet je dat niet in de koelkast bewaren? Nee, het is trouwens ook niet koud. Het is ook gewoon warm. Het is zo lekker met knijpen. Zoveel! Zal ik dit zo ik vind die, ja, ik heb geen haat aan de frietsaus. Nee, ik ook niet. Nou, ik vind het dus best mee. Iedereen zit wel heel erg te janken. Zeg maar vooral met je burger. Want normaal met het burger in dat potje douwen. Maar omdat wij heel erg zijn van de burgers in de saus ook. Want heel veel mensen zijn dat ook niet. Mensen gebruiken het letterlijk eigenlijk alleen voor een friet. Ja. Dan is het wel kut. Want dan heb je zo'n bakje, dat kan je gewoon neerzetten. Dan kan je gewoon friet eten. Nu moet je dat soort, waar de fuck ga je het in doen? Als je een friet, nou, als je alleen friet hebt, dan is het wel kut. Dan kan je niks. Ik deed net ook. Ja maar, dan moet je dus elk frietje moet je iets doen. Is toch gezellig? Ja, het is wel leuk eten. Het is toch leuk? Kaas, leuk. Nee, het is niet handig, maar het is wel gezellig. Maar joh, ik vind het echt prima, even serieus. Maar ik snap echt oprecht nog steeds de functie niet. Dat is nog ik was het net aan het lezen eigenlijk. Ja, wat is inderdaad de functie ervan? De nieuwe wet verbiedt het gebruik van vormvast plastic. In de sauszakje zit ook plastic verwerkt, maar dit is een ander soort plastic en mag nog wel. Verteld hoor. Ja, dat is dus gewoon. Dus dat harde plastic. Misschien mag beter recyclebaar. Ja. Eel, dit is gewoon alleen maar een hoop met saus. Oeh, geen maar. Ik moet ook een boer laten, maar ik kan niet. Als ik nu een boer laat, dan kost het mogelijk. Een half uur. Nou. Ja, daarmee. Nou, ik vond het heel leuk dat jullie weer een keer waren. Het was ook, ik heb deze chaos weer niet gemist. Het was weer zo van een hak op de tak en jij en ik en. Maar dat is wel, ik vind het wel weer zo gezellig. Ja. Het is altijd lekker eten. Altijd als ik over nadenk, denk ik, wat hebben we nou gezegd? Bij ons maar is het echt... komt echt nuttig in huis. Nee, maar dat is toch juist heerlijk. Ja, I love it. Maar je hebt ook lekker uksie, Hé, je uk. Die heb jij er dronken bij besteld? 300, ja, dat was met jullie. Ja. 300 euro. Wat stom. Was ze niet. Te klein. Veel te klein, maar dat is dat normaal ook zo met UX dan? Ja, met die tasman moet je dus een maat groter. Alles gebeurt met een reden. Ja, nou, het is wel echt zo. Ja. Ik vond het echt heel leuk, meisje, dat jullie weer even. Ik ook. Gaan we weer vaker doen. Ja, echt weer heel gezellig. Dat doen we eten. Nee, maar we moeten het vaker doen. Ja. Ik vind het ook leuk. Ik vind het helemaal gezellig. Ja. Oké, nou vergeet je niet een duimpje omhoog te geven als je het ook leuk vond en te supporten. Op... Nee. Doe een blauw duimpje omhoog. Ja, maar nu moet je echt een blauw duimpje. Als je nu niet geeft, dan heb je geen respect. Als dit niet je motivatie is. Wat zielig ook. Nou, bedankt voor het kijken. Hey, doei.